Maar in het zuiden van het land is er iemand die nog 10 keer beter is dan wij. De ringspeaker van Wallonië. Even met daarvoor een applaus, Francis Remy. Bienvenue Francis. Dank je. Het is een echte plezier voor mij, maar hij zegt, waar zijn Oost-Vlaanderen, waar zijn de Brusselaars, waar zijn de Antwerpen? Hoe zal je Wallon? Hoe zal je supporter de Wallon? Merci. On va passer une bonne soirée. Il sera bientôt sur le ring. Et je recède bien volontiers le micro à celui qui a mis vraiment bien vos soirées ici. Wilbe Dank. Merci beaucoup. Dank u wel, dames en heren, de beste Walse ringspeaker, Francis Remy. Merci Francis. Jury, bent u klaar voor de volgende kamp? Ik ben er helemaal klaar voor als jij er helemaal klaar voor bent en als het publiek er helemaal klaar voor is. Want, dames en heren, de volgende kamp is terug een topper. Een elite partij voor heren tot 60 kilogram. Een elite partij over 8 ronden van 3 minuten. Graag weer een applaus voor man in de blauw gewicht 60 kilogram. Bokste tot nu toe 16 elite partijen. Hij komt uit Nicaragua, maar traint in Barcelona in Spanje. Zijn agent is Jorge Ortiz del Castillo. Dames en heren, raag applaus voor Michael Escobar. Heren uit Nicaragua, Michael Escobar. En dan de man in de rode hoek. Hij is 29 jaar, weegt 60 kilogram. Bokste tot nu toe 32 elite partijen, waarvan hij er maar liefst 27 won. Hij is geweest een drievoudig Europees kampioen. En wil weldra voor de WBC wereldtitel boksen. Hij komt uit Serijn bij Luik. Oussale Wallon! Ici on a il dottore! Mesdames et messieurs, hermano! Fekatere! Ja, ja. Mijn president gaat. Of wat je niet bent. Dat is de bitch in de weg. Je bent een schatje, een patje, met hippen aan mijn haren, maar shit is gewoon een beetje. Je bent geen tijger. Je bent een circusclown. En als je het niet wist, niemand is met je down. Je bent geen tijger. Je bent een nul die in de war is, een lief klein geitje dat ontsnapt is. Je bent geen tijger. Je bent een voetlul die troep lult, klaar lag en daar en gaat met je. Je bent geen tijger. Je bent een ukkie, een guppie. Je zegt je bent een pitbull, maar je klinkt als een bent geen tijger. Je bent een jochie, een schoffie, een softie, een droppie, zo zacht als je een bent geen tijger. Je bent een gnieperig balletje, verdrietig, zielig en miserig. Je bent geen tijger. Je bent een naaper en niks waard maken, je misdraagt. Je bent geen tijger. Je bent trap en mijn kracht. Een stakker, een jaffer, dat dam in de je bent geen tijger. Je bent geen leider, geen strijder, een scheider, geen rijder, maar een kleine strijder. Je bent geen tijger. Ik laat je als iemand horen voor Il Dottore. Hier is Hermano. Deze elite partij bij heren tot 60 kilogram. Het is over 8 ronden van 3 minuten. En de scheidsrechter in de ring is heer Jean-Pierre Van Hemschoot. Eerste ronde.
einde van de eerste ronde. Oké, okay, samen met Daikin zorgen we ervoor dat we nog even die klappers op elkaar zetten. Come on! Epa, Oliva! Tweede ronde. Einde van de tweede ronde.
Einde van de derde ronde. Vierde ronde. Einde van de vierde ronde.
einde van de vijfde ronde. Zesde ronde. Einde van de zesde ronde. Zevende ronde. Thank you.
einde van de zevende ronde. Achtste en laatste ronde. Einde van de achtste en laatste ronde. Ik denk dat Escobar heel tevreden is dat hij in de ring mocht staan met Hermano Figatelli. Als je zelfs al een fotootje neemt van de tegenstander. Knappe kamp van... En dan de uitslag, dames en heren. Scheidsrechter Clough, 78-73. Scheidsrechter Van de Wiene, 78-73. En scheidsrechter De Kroos, eveneens 78-73. Allen, dames en heren, voor de man in de rode hoek, Hermano Figatelli. En graag ook een applaus voor zijn tegenstander, de man in de blauwe hoek, Michael Escobar. Het applaus ook voor de tegenstander. Heeft de prijs van de moed gewonnen. Freddy zei ja, een paar keer tijdens de wedstrijd. Eenrichtingsverkeer, toch wel, hè? Maar ik vond het ook fantastisch dat het publiek Escobar op prijs kan. Die heeft zijn best gedaan. Het was natuurlijk ja, eenrichtingsverkeer. Sorry. Hoofd was niet hier, hier gaat het wonen, dit is de goede nieuws. Maar goed, vandaag was niet goed en ik spijt me, volgende keer, ik geloof dat het beter zal zijn.
Dames en heren, Hermano Trigantelli.